Ja, ik krijg nou steeds berichten binnen van jullie en die zeggen, ja Harry, ik kan jou gewoon af en toe niet meer volgen. Nee, want de ene dag probeer je dit en de volgende dag probeer je dat. Ja, maar, beste mensen, dat is politiek. Politiek moet je lezen zoals de beursberichten. Ja, en dat is elk moment is het weer anders. Ja, en als dat zo is, ja, dan moet je dus je mening een beetje bijstellen. En dan moet je gewoon een beetje flexibel in zijn. Een beetje denken van, oh, nou heb ik die informatie. En ja, en hoe zit het nu? En dat gaat nu ieder moment met al die campagnes, gaat dat natuurlijk steeds veranderen, dat beeld van wat je hebt. En dan denk je, nou weer dit. Heb je bijvoorbeeld Humberto gezien? Daar, met Pietertje Paars. Heb je hem gezien? Omtzigt. Ja, die zat voorzichtig te hengelen. Nou, dat GroenLinks Partij van de Arbeid. Nou, dat Verenigd Links. Ja, zeg je hem. Ja, nee, die Timmermans. Dat was allemaal zo dik in orde. En heb je die Timmermans gezien? Die zat ook ineens zo van, ja, nee. Ja, die nieuwe Partij van Omtzigt. Ja hoor. Oh, ruimte genoeg voor samenwerking. En dan moet je ook opletten hoe dat dan gaat, vrienden. Want ineens gaat het nu bij beide partijen, en hoe is dat mogelijk, gaat het ineens over het bestaansrecht. Dat is één soort hoog in het vaandel bij beide. En het gaat over de nieuwe bestuurscultuur. Daar hebben ze het nu alle twee over. Hoe is het mogelijk? Hoe kan dat nou? Voor de verkiezingen hadden we het alleen nog maar over klimaat en asiel. En nou hebben we het ineens samen. Hoe is het mogelijk? Ja, ik geloof bijna niet in dit soort toeval, vrienden. Dat is gewoon een beetje albekokst, volgens mij, achter de schermen. Tussen die twee. Die Pietje Paars, die neigt al een beetje, ik zei het al, naar links. En dan moet je ook nog eens even goed opletten. Ga even mee met mij in mijn gedachten. En dan word je net zo angstig als ik. Let op. In eerste instantie hebben we Pietertje gehad. En Pietertje zei, ik ga niet samenwerken met de PVV. Werd uitgesloten. En nog steeds uitgesloten. Dus gaat niet meedoen in een coalitie. Punt. En dan hebben we aan de andere kant de groengoeroe. Ja, de groengoeroe. Ja, want die is nu geïnstalleerd. En die zegt, oh nee, maar er komt ook geen samenwerking met de VVD. Oh, goed zo. Dus aan de rechterkant, PVV en VVD, die kunnen het schudden. Als dus die Omtzigt en die groengoeroe de grootste worden. Ja, dat is hem dan. Ja, dus dan kan je het al een beetje gaan invullen hoe dat misschien straks zal gaan. Dus dan krijgen we dus in een soort coalitie. En dan krijgen we dus Pietertje Paars, die Omtzigt, die komt erin. En dan komt de groengoeroe, die Timmermans, die komt erin. En die Timmermans die heeft nu al gezegd, ja, vrienden, goed opletten wat er nou allemaal zich afspeelt. Ja, die zegt, ik zie heel veel in de SP, ja, dat zijn allemaal signalen. En ik zie veel in de Partij voor de Dieren, ja. Dus die trekt hij er ook nog, die gaan ze erbij trekken. Dus die gaan samen, gaan die het kabinetje in. Ja, en dan hebben ze waarschijnlijk nog niet genoeg zeteltjes. En dan gaat, want BBB, die stemmen tegenwoordig alles wat Pietertje stemt. En omgekeerd. Dus dat BBB is al bijna een soort filiaal van Pietertje. En die halen ze er dan nog bij. Maar wat je dan krijgt in dat geheel, vrienden, tel dat nou eens even bij elkaar op. Omtzigt, Timmermans, SP, Partij voor de Dieren en de BBB. Dan heb je niet een beetje paars. Nee, vrienden. En daar is mijn grote angst. Dan heb je pimpelpaars.